The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Wat ik nog wel herinner was, uh, toen, uh, um, want ik vroeg het toen dat jullie uh, besloten om te gaan stoppen en dat de nieuwe er gingen aankomen, maar die waren er zelfs nog niet, denk ik. Toen had ik het er mee karen over op, op Van Giels. Ja. En dan zei Karen tegen mij, dat viel maar, die ze, ik zeg van, is dat niet vervelend voor Josje, die is er nou zo pas bij eigenlijk. Eh, allee, pas niet, maar toch, eh, dat was al wel al eventjes. Maar ja. dat je denkt, je had nog gedacht, voor Josje zitten er zeker nog 7, 8 jaar in of ofzo vooraleer. En zei zo, nee, zij is eigenlijk degene dat het niet meer zag zitten. Eh, zei ze tegen mij, en ik zeg, oké. Okay. Eh, en ik zeg, en jij dan, en zei, ja, eigenlijk, om eerlijk te zijn, ik had ook geen zin niet meer... Om terug daar te gaan zitten en een derde te zoeken, want ik begon het gevoel te krijgen, ik ben hier te oud voor worden. Ik denk dat we op het goede moment gestopt zijn. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het, dat, dat het moeilijk was op het moment om, wow, wat, gaan, wat, er, wat gaat er gebeuren? En drie nieuwe, en, oh, en samen op tour, ja, oké. Okay, uh, ja, er komen zoveel emoties naar boven, hè, van wacht, wat ga ik doen na K3? En uh, nee, ik vind deze nog altijd leuk. Maar inderdaad, ja, wat gaan we doen? Ja. Ik denk dat we dat goed beslist hebben van samen drie toffe madammen te zoeken, die dat nu ook heel goed doen. Ja. Maar ik heb me eigenlijk nooit te oud gevoeld. Nee. Misschien kijk ik niet genoeg in de spiegel. Man, nee, jongen. Dat, dat zoeken naar complimenten, we voelen het al. Hè. Dat is waar. Ja, ja, het is goed. Je ziet er nog goed uit. Oh, voor uw leeftijd. You. Oh, zo, oh. Dat, is een, dat is een tof compliment. Oh. Voor uw leeftijd zie je er goed. Uit. Ja, manneke, het is niet meer wat het geweest is. Het ja, zal ook nooit meer zijn wat dat was. Maar... Dat is waar. Maar komt iets anders o, in de blik. Aan de andere kant, sorry. Als je u hier ziet, ziet zitten en je ziet juist die foto van hoe jij super jong oh. dan is het nu wel beter. Ja, wat ik soms, wat ik soms, nee, maar wat ik soms ook heb van mijn eigen, dat ik denk: oh, jong jongen, dit, en dan zink ik zo ineens een foto ja. van mezelf op mijn 17. En ik denk: soms, Jezus Christus, man. Alle ook. chance dat er toch een paar rimpels bij zijn en dat je er toch een beetje na wordt Niet in uw geval, uiteraard. Hè, want... Je mocht dat zeggen, jij geen rimpels. Ja, jawel, dat, dat zijn leugens, luiges. een crème, pokken met crème. <laughs> dat krede <je> niet goed. <laughs> ah. Mocht je dat dan, hè, dus ja, ik. ik, ik ik vraag mij ook af, hè, want je hadden plannen om iets solo te doen. Zou je nog iets met muziek willen doen? Nee. Absoluut nee. niet? Zo af en toe, denk ik. Omdat van, je eigenlijk, um, he, je vertelde er net, ik ben al beginnen zingen toen ik dertien ja. was. Ik was kei jong, he. dat ja. zal er waarschijnlijk ja. altijd in gezeten hebben. Je hebt oh. altijd willen zingen. Ik heb in rockbandjes gezeten, met gasten van Conservatorium opgetreden, Funk. Anne Christie en zo. Anne werd ook, ook gedaan, nog he? gedaan. Ja. Um, ik heb Barbara Dex nog meegezongen. Allee, ik heb heel veel, veel, veel gezongen. Maar ik, ik zou niet weten, oké, okay, stel nu, ik maak een plaat. Karen heeft ook een plaat gemaakt, heb je? Dat? Ja, ja, dat weet ik. Dat is ons zeer duidelijk verteld dat Karen een plaat heeft gemaakt. We hebben het ook elke week gezien dat ze bezig was met de plaat. Nee, maar stel nu, ik heb wel best wat ideeën nog rond muziek en, en ik, zou, ik zou echt wel hè, een, een, een single of een plaat kunnen maken en dan? Ik zie mezelf niet optreden. Wat dat met een man doet. Doorheen heel Vlaanderen. Van, van feesttenten tot braderijen tot koele podia, zal ik maar zeggen. Mm. Ik zie me daar niet alleen staan. Ik, ik kan me daar niks bij voorstellen. Ik, ik, dat zingen op zich tof. Maar dan zo terug. On the road en, en daar helemaal alleen staan. Moest ik nu nog gitaar kunnen spelen? Weet dan hebben we nog een alvast. Ja, dan kun je nog een houding of een, of, of, uh, geven. Ja, 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 ja ik, ik snap het. Ik weet niet. Ja. En, en moet ik dan ook dansjes doen en zo? Dus dat zit nog allemaal veel te veel dansjes in Dansjes zou ik misschien hoop. niet doen. Niet dat je het niet kon, maar gewoon... Maar je het, weet het wat ik bedoel, ja, hè? Ja, tuurlijk. Tuurlijk weet ik wat jij bedoelt. Maar dat lijkt me ook, het, het lijkt mij ook um, heel... Um, Moeilijk als je van die gigantische hoogte je, gegaan. Van waar voilà. dat jullie komen. Om dan zo te zeggen. alleen, we zullen maar eens terug. Ik kan dat niet, denk ik. Ja. Ik heb nogal gezegd he, van. ik heb jaren met een chat gevlogen. Als je ziet naar gewoon al de, de technische kant van, van hoe wij optraden en, en monitormixen. Uh, en productie is dat allemaal Ja, dat is gewoon ja. fantastisch. He. Onze band. De... Jullie hebben op een vliegende boot in het sportpaleis gestaan. <laughs> he. Ik heb het gezien. <laughs> Verkleed als piraten <laughs> Zie je mij dan al ergens met totinet aankomen trottinet aankomen? Dat is wel het gevoel. Ik weet he. het niet. Wel, je, je hoort vaak artiesten dat soort dingen zeggen. En ik weet, ik vind het heel cool dat je dat zegt. He. Omdat bijvoorbeeld, um, ik ken een Andries, wij hebben jarenlang he, in Hmm. nog altijd even, want wij stoppen ook in uh, december met een band ja. hè? in een, uh, een rock metal band gezeten okay. hè? waar wij ook allerlei zotte tours mee hebben gedaan, waar we de, in het buitenland hebben gespeeld, graspop pukkelpop, al die dingen oh. dus en, en wij hadden ook het gevoel van, um, ja, hoe ouder dat je wordt, hoe moeilijker dat dat is om zo weken nog een stuk ja, weg, te weg te zijn en dat soort dingen, hè? we zijn ook allemaal er niet jonger op geworden en je wilt ook vooral niet dat je, dat, je, dat je minder wordt dan dat je waard. Mm -hmm. hè? Wat jij zelf zegt, van op dat juiste moment te stoppen. Ja. Ook al denkt je soms, ja, maar ik vind het eigenlijk ook nog wel leuk ja. en ik vind het nog wel tof. Maar dat zo uw slimmere stem tegen u zegt, ja, ja, maar binnen, als je daar nog drie jaar langer volhoudt, dan zal dat jammer vinden Wat ik nog wel tof zou vinden, is om zo eens uh, met, met een jazzgroepknop in de nopper of zo te staan. Weet je wel? Zo, ja. allee, de nopper is dan misschien alweer te cool en te groot. Ze... Alleen neem maar mee wat on ik bedoel. Man. Jij zegt nee. Kristel van K3. Ja, man, de mensen die do, daar staan die do, zijn, do, zijn toch zo. Oh, who gives a shit. Alsof ja. die ooit de, een, een honderdste gedaan hebben van wat dat jij gedaan hebt. Ja. Sorry. Sorry, dat vind ik echt. Ik snap dat. Hè. Ik vind dat heel mooi, dat gevoel dat jij hebt. Ik dat je denk dat denkt: ja, dit, de, dit zijn de echte ja, muziekliefhebbers en de mensen die. Ja. En dan denk ik: oh, fuck. Off, ik weet man. Het. Ga je het fucking de Arena gedaan. Kom aan. Eigenlijk zou ik er mij niks van aan. Ja, nee. Het is normaal dat je er iets van aantrekt, want het is ook zo grappig dat, dat je vaak daarmee zit als je in iets gezeten hebt dat, um, dat commercieel enorm succesvol is. Ja. Hè? Hetzelfde dat, hè, dat ik over mijn eigen kan zeggen, hoe hard dat ik van mijn eigen nog wil denken dat ik de underground punker ben. Als je het sportpaleis het verkoopt, zitten daar niet meer. meer. Dan <laughs> zitten daar niet meer. Dus dan moet je eigen dat ook niet wijsmaken. En dan heb je toch ook altijd de neiging om zo ook nog wat te, te, te hengelen naar de goedkeuring van zo de, hè, zo, zo de, de culturele voilà. zwaargewichten. Terwijl dat dat eigenlijk compleet een nonsens is. Want jij denk... het dingen bereikt dat die nooit gaan bereiken. Heel veel van die mensen. Waarop dat ik ook denk... Bedoel, ik zeg niet dat het daarom gemakkelijk is, want dat is, dat is ook het vervelende dat je hebt. Hè. Ik, ik kan mij daar een klein beetje bij inleven op het gebied van dat ik een band had, maar ik mm -hmm. stond bekend als een komiek. Ja. En je wordt altijd daarop afgerekend dat je die komiek zei en nu moeten we je wel serieus gaan nemen. Ja. Ja, wat, wat denk ik misschien ook een klein beetje met Karen het geval was in met zou zijn, als je zegt: Ik ga nu een soloplaat uitbrengen. Dat ze zeggen: ja, Allee, nu moeten we ineens. Ervoor was het van Afrika tot in Amerika en nu moeten we, mm -hmm. het, nu moeten we dit oh, serieus gaan nemen. Hoewel ik al gedacht heb: van zo, is, is een aantal weken een repetitie te huren. En zo de, de mannen waar ik vroeger mee gespeeld heb uit te nodigen: Kom maar mannen, ik ga we gewoon eens wat jammen. En gewoon eens zien wat dat komt. Komt daar iets uit? Tof, kunnen we ons gewoon wat amuseren, komt daar echt iets goed uit, misschien kunnen we daar wel eens ergens op wat bakken bier in een cafeke eens optreden. Dat zou ik nog wel zien zitten, maar niet dat dat dan in, in, in de gazet staat van Christel van K3 zingt opnieuw. Daar dus, heb ik geen zin dat in. Dat is jammer dat je daar niet onderuit gaat geraken, denk ja. ik. Dat is een klein beetje het probleem. Ik heb dat ook gehad met... He, toen wij zeiden van we gaan we gaan met een band he, we gaan er hmm. he, komen en er mensen van oh misschien we, dat we zoiets klein beginnen en daar en dan heb ik ook gezegd ja man als je mij in de band hebt, nou, dan is niet, dat he? niet dan is dat niet ja. dus ik denk dat als je het echt wilt doen als je echt zegt van ik wil toch verder gaan of ik wil toch iets gaan doen dan moet je ook er vrede mee hebben dat dat erbij gaat ik weet horen. Het. Dus doe ik het niet. Nee. 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 Het kriebelt ook niet hard genoeg. Okay. Weet je, moest ik nu echt elke dag denken van, oh ik mis het, ik mis het om te zingen en om, om, om nummers te maken. En, maar dat heb ik ook niet. Ja. Dus voor hetzelfde komt het nog en anders dan maak ik tv. Ja, dat tuurlijk, is nu waar tuurlijk. ik uh, mij heel hard op aan het focussen ben. Nou, ja, want je hebt Generatie K gedaan. Hè? Ja, was het, uh, ik heb net... En het idee daarachter was dat je. Dat je Um, allerlei dingen bespreekbaar maakt ja. voor kinderen. Ja. Dat was toch een klein ja. beetje wat het, wat eigenlijk het was, Eigenlijk vertrok he? het daar vanuit kinderrechten ook, hè. Ja, oké. Ik had twee stukken. gaat met verborgen camera kinderen eigenlijk in een situatie zetten dat ze niet goed wisten van, oei, hoe moeten wij hierop reageren? En achteraf even... Ook polsen naar waarom was dat nu zo moeilijk? En niet veroordelen. En niet met de vinger van: ik vind dat jij dat niet goed gedaan hebt. Maar gewoon ja, ja, ja. van: waarom was dat moeilijk? Of, of vertel eens. En aan de andere kant van het programma was reportages rond kansarmoede, autisme. Eigenlijk met een heel sterk kind een dag doorbrengen. En, en aan de jongeren die kijken, is even laten voelen: van die is allemaal zo simpel nog niet. Er zijn wel kinderen in moeilijkere situaties en zo gaan die daarmee om. Dus ik vond dat een heel fijn programma om inderdaad zo'n tool te geven om, om, om erover te babbelen, om het gewoon bespreekbaar te maken. Ja. Dat is in Vlaanderen soms nog wel, uh, well, misschien niet alleen in Vlaanderen, maar ik voel dat het moeilijk is om, um, om mensen te overtuigen dat je met kinderen echt uh, hele diepgaande, serieuze babbels kunt hebben. Ja. En natuurlijk hebben die niet dezelfde rugzak als jij en ik. Nee, nee, wij nee, zijn nee, nee. slimmer op bepaalde gebieden, wij hebben meer kennis. Maar wat zij voelen, zijn wij dikwijls kwijt. Ja. ja wat mij heel erg is opgevallen: als ik met mijn dochterken in een auto zit en die stelt een moeilijke vraag aan mij. dan kan ik dat soms op zo'n genuanceerde manier aan haar uitleggen. dat ik denk: want dit leg ik nooit op dezelfde manier aan mijzelf uit. Echt? Ja. Dus ik, ik, ik zal een voorbeeld geven. Ik zat in de in auto met mijn dochter en mijn dochter zegt: uh, uh, Papa, geloofde jij, geloofde jij in God? En ik zeg: Nee, hè, ik geloof daar niet in. Ja, dat is stom, hè, in God geloven. En toen zei ik: Ja, nee, dat is eigenlijk niet. Hè. Ik zeg: Er zijn ook mensen die dat wel doen en die halen daar heel veel kracht uit. Ja. En dat is iets moois en, hè, en die bedoel dat ook niet kwaad. Ik zeg: Ik vind alleen dat dat een aantal heel negatieve gevolgen heeft gehad op bepaalde dingen. Waardoor dat, dat ik niet, en ik, ik ben ook niet iemand dat echt gelooft dat er iets is, maar mensen die dat, dat wel geloven, die zijn daar niet noodzakelijk, zijn die niet stom. Nee, 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 of verkeerd in. Of, of allez, verkeerd ja. of fout. En dan dacht ik, dat is niet wat ik zou zeggen als iemand, als een journalist tegen mij nee. die vraag stelt. En dat voelt toch goed dan dat je... Ook, en op, op een, dat is raar, want dat voelt inderdaad ja. goed. Dat je echt kunt zeggen van. hé hey man, ik heb hier iets tolerant en lief gezegd, en eigenlijk is dat tof. En het kwam echt vanuit jezelf. Je hebt niet iets gereproduceerd van nee, wat je hoort. Maar, te maar wel zijn. heel belangrijk, wat ik vooral vond, is: ik wil het haar niet meegeven. Zo, Ik wil de dingen die dat, dat bij mij, mijn hang-up, zal mm -hmm. ik maar zeggen, hè, want mijn onwaarschijnlijke haat tegen georganiseerde religie, is mm -hmm. echt voortgekomen het. Een hele reeks ervaringen dat ik ermee heb okay. gehad als kind. Beginnende van mijn eerste godsdienstleraar is. Dat zo'n fire and brimstone: je gaat allemaal naar de hel. Ei. Mens was echt nog old school, old school, waar je van Amai. denkt: oh my god, really? Bestonden die nog? Maar ik heb waarschijnlijk klaar De laatste. Een van de laatste gat. <laughs> Mevrouw van Horik als je nog leeft, hè. Ja. maar uh, waarschijnlijk niet meer. Die was toen al oud, maar toch. Hè, dat ik denk: van ja, dat waren, waren zo'n ervaringen die er voor mij gezorgd hebben dat ik heel erg een visie op ja. die dingen heb. En ik wil haar daar niet mee opzadelen. Nee, maar ik vind het wel tof dat je je visie kunt delen met haar. Mm. Want ik vind dat niet opzadelen. Ik vind het net heel, heel sterk als ouders, um, volwassenen gewoon in het algemeen, kinderen nog wel durven zeggen van dat is mijn mening daarover. Ja. Omdat dat soms ook precies niet meer mag. Een mening hebben over iets. Vind jij dat? Ik, of, vind, ik, dat we, ik vind dat we in een tijd leven waar dat er meer meningen zijn dan ooit. De Iedereen iets te zeggen heeft. Ook waar, maar tegelijkertijd heerst het veertje Geen van. Een genuanceerde mening. We moeten verdraagzaam anders. zijn en het mag niet gezegd worden dat ik het soms moeilijk heb met. Mm -hmm. ik, vind het, ik, vind het net, ik vind het duidelijk als je aan je kinderen je waarden en uw normen toch meegeeft en dat je erbij zegt: van dat werkt voor mij. Ik weet niet hoe dat, dat voor u is. Ja. Ik weet niet hoe dat jij je daarbij voelt. Voor mij is dat nu eenmaal zo. Ja. ja als je kinderen zo hun meningen beginnen te vormen, zijn ze soms toch ook wel eens in shock, vind ik. Ja, absoluut. Van, dat heb ik nu toch zo niet uitgelegd? Of, oei! Ja, ja. Je voelt dat die zo mini-volwassenen worden.